Hallo kijkers van Shine Sprites, ook bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario 3D Land. In deze aflevering moeten we weer, ook nog eens tegen een Coalsmic. Dit is een moeilijk level, ik weet het nou al. Hier gaan we veel tijd in kwijt zijn. Een blauw, geel, rood. Een blauw, geel, rood. Vooralsnog gaat het oké. Ik zal het geluid voor mezelf iets zachter zetten. Oh, geel, rood. Blauw, geel, rood. Blauw, geel, rood. Blauw, geel, rood. Blauw, geel, rood. Oké, okay, ik zal ermee stoppen. Kut, het leven. Oké, okay. Een beetje een rommelig begin van deze aflevering. Maar we weten nu inmiddels wat de bedoeling is. Dat wisten we natuurlijk al. Maar we moeten dus weer tegen zo'n vuile Coalsmic. En ik haat Coalsmics. Kut. Wauw. Diepte is u hyperkut. Oké, okay. Dan gaan we weer. Miauw, miauw, miauw. Het leven is kut. Oké. Ik had al voorspeld dat het een kutlevel zou zijn. En mijn voorspelling, die komt uit, zoals jullie zien. De Coalsmic helpt echt niet hoor, voor dit level. De Coalsmic is gewoon zelfs very kut voor dit level. Waarom hebben ze die Coalsmics in deze leveltje gestopt, ding? 1, 2, 3. Kijk. Nou, dat doen we maar zo, hoor. Dan maar zo. Oké. Gaat nog goed, maar waar is mijn coin? Daar is mijn coin. Dat was inderdaad de tweede coin. Ja, dat zat erin, maar dat is niet zo heel erg. Kut. Dit is ook nog eens zo'n level zonder checkpoints. Hier lopen we gewoon rustig. Ik zat niet op te letten. Oké. Zal ik de gok wagen en deze bitch gebruiken? Laten we dat eens doen. Misschien dat we daar nog iets aan hebben. Yeah.
Die hebben we ook. Nice. Volgens mij kan ik deze gewoon cheesen. Ja. Oké, die is gecheesed. Die kunnen we cheesen. Deze kunnen we wat minder cheesen. Oké. Zo. Oh. Kut. Ik haat het leven zo erg op dit moment. Oh mijn god, die god, die god. Ik wist al gewoon weer voordat de level begon al dat dit een kut level zou worden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er wat niet wat is. Nee, er is niks. Oké, jammer. Zo. Kut, dit wordt hem niet. Ah, oké, toch wel. Ja, hoe moet ik dat dan ontwijken? Nee, op dat stukje. Ik was zo fucking dichtbij. Ik haat die Cosmic Clown zo erg, hè. Ik heb een idee om toch die rode coins daar te pakken, om te kijken of daar iets van een goede ability in zit. Ook goed dit. Oké, daar hebben we weer de coin. Oh, dat ging ook lekker. Wat de fuck was dat? Nou, deze hele aflevering wordt dit level doen, denk ik. Kijk, dat bedoelde ik. Oké. Het helpt dus wel om zo'n ding te hebben. Oh. Woo!
Okay. Good. Ook dat nog. Hoeveel ons in ieder geval niet meer druk te maken om de coins. Dit wordt eindeloos. Okay. Dat betekent dat de A-knop het niet deed. Dan weten jullie dat. Goed. Nog een keer proberen. Nou, dit wordt dan niks. Nice, okay. We zijn van dit tyfus level af. Sorry dat het niet zo entertaining was, maar we hebben hem in ieder geval gehaald. En dat is wel entertaining, voor mij. Dat is het belangrijkste. Okay. Volgende level. Goed. Opnieuw. Oh. Ja, dat gaat nog goed. Oké, we hebben de eerste coin. Oh jee. Zit daar een coin? Moet ik daarvoor hier zijn? Ja, zo te zien wel. Zit het dicht? Nee, het zit niet dicht. Dan zou ik daar in theorie moeten kunnen komen. Zo. Dat wil niet echt. Zo.
Oh, daar zijn fuzzies. Ik moet die kant op. Het is mijn favoriete enemy, dat weten jullie, hè? De fuzzies. Oh, kut. Oh. Nu moet ik weer... Nee, nu moet ik weer zo gaan. Goed dat dat niet goed ging. Goed dat dat niet goed ging. Zo. Zo. Ik zie daar een munt. En, oh, daar ben ik blij mee. Of een kamek. Die kapot is. Ja. Kut. Scheiße, wieder mal. Oh, dit is een lastig stukje. Lastig stukje. Hey, what the fuck is daar? Kut. Ik wil even kijken wat hier is. Oké. Not sure wat ik hier aan heb. Dat is iets waar ik wel iets aan heb. We spelen even safe. Mochten jullie wat gerammel op de achtergrond horen, dat is mijn hami. Die zin heeft om lawaai te maken. Kijk. Doe eens niet. Ik ben herrie aan het maken. Normaal doe je dat alleen midden in de nacht. Waarom moet je nu weer herrie maken? Altijd die hamsters. In ieder geval wel weer een level gehaald. Nou, laten we dit level dan ook nog maar even halen. Zo. Nu krijgen we weer... Het lijkt wel een beetje alsof ze nu heel veel dingen aan het reusen zijn. We mogen in ieder geval weer gaan cosmicken. Zo, die is tand toe groot. What the fuck? Goed, nog een keer proberen. Woo!
Oh, leuk. Waarom is hij zo fucking groot? Kom ik hier nu nog bovenop? Oh ja. Leuk gemaakt, denk ik. Leuk gemaakt, vraagteken. Oké. Het gaat top dit. Opnieuw beginnen, want ik heb er nu alweer geen hit over. Nou, waarom gaat hij 124 keer wel dood en dan die 125 keer niet? En dan doet de springknop het niet. Ah, dat meen je niet. Wauw. Het is zo random elke keer.
Kut. Zo leuk dat het zo random is. Random hitboxen, dat is het nieuwe ding van deze game. Kabooming! Zo. Ik ga deze gewoon verneuken. Leuk. Nou, verneuken was wel echt het goede woord, zeg. Jezus. Wat is dit een kut level, zeg. Ik dacht misschien doet de A-knop het dan wel. Ik weet niet, misschien is dat iets in Citra wat je moet doen om een A-knop te laten werken. Deze is al niet eens meer te halen volgens mij nu. Nog een keer, want ik heb zoveel zin in deze game. Dat is leuk om op zo'n manier een hit te krijgen. Ik ga jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Dan ben jij de enige, want ik vond het geen leuke aflevering. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios amigos.